Het lage drukgebied, met daarom veel wind, heeft ons land verlaten en momenteel is het op veel plaatsen onbewolkt. Aan zee liggen nog wel wat witte dotjes, en dat zijn enkele buien waarbij lokaal ook een klap onweer kan voorkomen. Vanochtend, dus, een enkele bui, met name aan zee, ook dus een klap onweer, mogelijk ook windstoten en wat hagel. En de temperatuur die ligt op de meeste plaatsen in het land rond zo'n 17 graden. Vanmiddag neemt het aantal buien toe en ook verder landinwaarts kan er dan onweer voorkomen en ook aan zee nog steeds altijd het risico op een zware windstoten bij buien. Temperatuur wel laag tussen 19 en 23 graden. Vanavond dan vooral aan zee nog een aantal buien. De kans op onweer blijft en de wind neemt daarbij ook eventjes in kracht toe en wordt dan kort hard. Morgen is het op de meeste plaatsen droog en net als vandaag wordt het dan 19 tot 23 graden. Er waait een meest matige wind uit het zuidwesten tot westen. En mogelijk dat er in het noordwestelijk kustgebied een enkele bui valt. Zondag is het droog, zitten we tijdelijk in de warme lucht. Met op de meeste plaatsen landinwaarts temperaturen van 25 of 26 graden. Aan zee is het een paar graden koeler. Ook maandag landinwaarts warm, maar dan neemt ook de kans op enkele regen- en onweersbuien weer toe. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl.